Carla van Balen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, heeft mij verteld dat zij ooit gereageerd heeft op een oproep die er was vanuit dus de organisatie achter de Tweede Kamer, dat er een Tweede Kamerbankje verloot zou worden, maar dat je ook een goede motivatie daarvoor kon schrijven. En Carla heeft daarop gereageerd, nogal enthousiast heb ik begrepen, met een uitgebreide motivatie waarom het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dat bankje zou toekomen. En wat Carla over het hoofd had gezien, ook omdat ze pas later de oproep las, was dat deze geplaatst was op 1 april. Dus het was bedoeld als grap. En ik geloof niet dat ze in Den Haag verwacht hadden dat iemand zo serieus zou reageren. Zelfs zo serieus dat ze uiteindelijk toch gedacht hebben van, nou ja, dan is het misschien toch wel een heel goed idee om een oud bankje naar het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis toe te laten gaan. En dat bankje is dus ook naar Nijmegen gegaan en is uiteindelijk bij het college van bestuur terechtgekomen als veilige plek, zodat niet iedereen zomaar erop kan zitten. En het staat dus prachtig opgesteld. Er staat een mooi bordje bij met een verwijzing ook naar de oude Tweede Kamer en naar het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Dus zo worden alle bezoekers aan het College van Bestuur in Nijmegen worden hiermee geconfronteerd. Nou, dat is toch een mooie, bijzondere functie en een mooi en bijzonder verhaal hoe dat bankje naar Nijmegen is gekomen.